Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Politiewoordvoerder Imro Zwerver heeft vanochtend tijdens een met spoed belegde persconferentie van de politie aangegeven dat de afgelopen 2 weken veel vermeende attraccoplegers zijn gearresteerd. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen waarbij mensen zijn gearresteerd en ook wapens in beslag zijn genomen. Ook vanochtend vonden weer enkele huiszoekingen plaats en zijn er mensen gearresteerd. Volgens Zwerver kent Curaçao de afgelopen maanden heel veel attracco's en dat is voor de politie een reden tot zorg. Hij vindt het ook belangrijk om aan te geven dat de politie hard bezig is om mensen op te pakken, om op die manier wat meer rust in de straten van Curaçao terug te brengen. Nederland grijpt alsnog in de financiën van Curaçao omdat het land al jaren te weinig doet om de tekorten weg te werken op de begroting. Daarvoor heeft de Rijksministerraad vandaag een aanwijzing opgelegd aan Curaçao. Het nieuws werd gisteren al bekend toen de overheid per ongeluk een persbericht een dag te vroeg uitbracht. Daarin stond te lezen dat vandaag, vrijdag dus, daadwerkelijk de aanwijzing zal worden opgelegd. Curaçao heeft het moeilijk de afgelopen jaren en verwijst Nederland naar de crisis in Venezuela. Die heeft namelijk ernstige financiële gevolgen voor het land. Daardoor kan Curaçao zich niet aan de strakke begrotingsdiscipline houden. Op het moment dat Curaçao een aanwijzing opgelegd heeft gekregen van Nederland, is er een groeiakkoord tussen beide landen ondertekend. Dat groeiakkoord is bedoeld om Curaçao er financieel op vooruit te helpen, een beter financieel beheer te installeren en te werken aan sociaal-economische ontwikkeling van de wijken. Volgens Nederland is het belangrijk dat Curaçao geholpen wordt in haar financiële ontwikkeling. Tegelijkertijd moet er wel een aanwijzing worden opgelegd, zegt staatssecretaris Knops, omdat het niet zo kan zijn dat tekorten die ontstaan niet binnen afzienbare tijd worden weggewerkt. Voor het witwassen van $322 miljoen op Curaçao en in Nederland heeft het Openbaar Ministerie gisteren in Zwolle tegen 2 broers celstraffen geëist. De verdachten maakten volgens de OM misbruik van dollartoerisme uit Venezuela. Venezolanen kochten op papier goederen bij de bedrijven van de familie, maar kregen in werkelijkheid op Curaçao Amerikaanse dollars in contanten geleverd. Diezelfde dollars werden vervolgens in Venezuela op de zwarte markt tegen woekerprijzen verhandeld. De zaak kwam aan het rollen toen een Nederlands filiaal van de bank ING aan de bel trok. Isaac Greenstein hoorde 3 jaar cel, waarvan ruim 2 jaar voorwaardelijk tegen zich eisen. Tegen zijn jongere broer Omar Greenstein is 2 jaar cel, waarvan 45 dagen onvoorwaardelijk geëist. De organisatie van een straatfeest in de wijk Seri Otrabanda heeft positieve gevolgen voor de wijk. Het straatfeest onder de naam Kaya Kaya is vorig jaar 2 keer georganiseerd en heel veel mensen kwamen daarop af. Het feest biedt niet alleen muziek en lekkere drankjes en eten, maar is ook nodig voor de ontwikkeling van de wijk. Dat zei een van de organisatoren, Kurt Skoop, gisteren bij een rondleiding voor de pers door Seri Otrabanda. Volgens hem is duidelijk te zien dat de wijk opknapt van de straatfeesten. Op 24 augustus vindt de volgende plaats. Het registreren van de vele motoren op Curaçao is goed verlopen. Deze week waren de laatste dagen en in de laatste dagen hebben nog bijna 660 mensen hun motor gebracht naar de politie om te laten registreren. In de meeste gevallen ging dat allemaal goed, maar er waren 2 motoren met precies hetzelfde chassisnummer, het voertuigidentificatienummer. Beide voertuigen worden even niet meer op straat toegelaten. Ook andere motoren moeten worden onderzocht omdat er onduidelijkheden zijn rond de registratie. De Colombiaanse politie heeft een beloning van 1,6 miljoen gulden uitgeloofd voor de tip die naar parlementslid en voormalig baas van de FARC, Jesus Santrich, leidt. Hij wordt verdacht van drugshandel en is volgens president Ivan Duque gevlucht naar buurland Venezuela. De kans is groot dat hij in Venezuela zit omdat hij is gevlucht naar het grensgebied, aldus Duque. Santrich is sinds 30 juli spoorloos verdwenen. Donderdag werd hij verwacht bij een zitting van het Hoge Rechtshof, maar kwam hij niet opdagen. Daarna is hij op een internationale opsporingslijst gezet. Santrich speelt een belangrijke rol in de gesprekken tussen de FARC en de regering die leidden tot het Vredesakkoord in 2016. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.